Antwerp start met het spitsenduo Gloeftsis-Oris en dat zorgt meteen voor gevaar. De Belgische Griek met de actie en de pas. Oris schiet over. Het is het begin van een sterk uur. Een uur waarin ook die Gregorio zijn stempel drukt. Zijn eerste streep verbrandt de vingertoppen van Govoni. Zijn tweede krijgt onderweg een knik en laat Govoni kansloos. Antwerp 1-0 voor na dik 20 minuten. Vanaf dan gaat het snel en altijd in dezelfde richting. De bedrijfje Gloeftsis laat zich 7 minuten na de 1-0 nog eens gelden. De dribbel, de fout en de strafschop. Stavros Gloeftsis gecontesteerd op de bossel en opnieuw door een deel van de harde kern uitgefloten. C'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles avec les supporters et que quand tu montes et t'es sifflé, c'est jamais facile. Mais bon. C'est pourquoi? Mais je pense qu'ils ont mal réagi suite à une interview que j'ai fait à, au sujet de Colin Andrew quand il a été limogé. Moi, j'ai dit qu'il m'avait jamais laissé ma chance et que j'étais pas triste de son départ, mais ça c'était mon opinion personnelle. Moi, je suis quelqu'un de franc et d'honnête, je dis ce que je pense. Ben, moi, je continue à travailler, à donner le meilleur de moi-même sur le terrain et comme vous voyez aujourd'hui, ça s'est retourné un peu et ils ont peut-être vu une partie de ma personnalité qu'ils ont préférée. Die Gregorio mist niet van op de stip. Antwerp 2-0 voor, nummer 2 voor de Antwerp-kapitein. Na het Di Gregorio-festivaletje volgt het Oris-festival. Zijn eerste doelpunt van de avond is zijn mooiste. Hij pakt de voorzet van Peersman vliegend en vallend op de slof. De thuisploeg gaat rusten met een 3-0 voorsprong na een ronduit sterke eerste helft. Helft 2 begint zoals helft 1 eindigde met een doelpunt van Kevin Oris die in de 48e minuut de wedstrijd beslist. Dit keer is vooral het voorbereidende werk van Van Zundert knap. Oris voor de zoveelste keer met het hoofd. Antwerp 10 4-0. Klassiek en voorspelbaar is het dat Antwerp bij 4-0 wat nonchalanter gaat voetballen. Lambeau laat de smet koppen en 4-1. Kevin Wauty voor het overige bijna werkloos. En voor het eerst sinds lang opnieuw onder de bosuillat. Ik vind dat we de laatste wedstrijden veel te veel doelpunten hebben geslikt op stilstaande fase. En vandaag helaas weer één. Dus maar nu gaat de keeper absoluut niet in de fout. Dus oké, je moet een groep scherp stellen. Dat zijn keuzes die je moet maken. Dus, en ik ga dat met zowel Kevin Wauty als met Ferhat Kaya gewoon rustig uitspreken. De tweede helft is en blijft overbodig. Toch krijgt de bosuil een verdiend en mooi slot. Als in de allerlaatste minuut Kevin Oris in twee keer zijn derde van de avond maakt. Zijn 13e competitiedoelpunt van het seizoen. Antwerp wint met 5-1 tegen Tienen. Sportief gaat het dus de goede weg op en ook extra sportief. Antwerp zou zijn licentiedossier bijna rond hebben. Er geldt nog wel een transferverbod. Ja, maar dat zal eerstdaags waarschijnlijk worden opgegeven. Want de laatste dagen hebben wij verschillende betalingen gedaan om dat transferverbod te laten opheffen. En dat zijn dus ook betalingen die gelden dus voor licentie. Wil Bart erover nog versterking? Ik denk, en nu spreek ik meer op gevoel, dus een versterking nu, Holder de Bolder, lijkt me niet echt aangewezen. Dus er mag versterking komen, absoluut. Dus, en er zijn bepaalde spelers aangewezen geweest om te kunnen versterken. Dat is in de reguliere transferperiode niet gelukt. Maar je mag niet Holder de Bolder nu een andere speler bij aantrekken om de spelersgroep nu het krediet te geven dat ze verdienen.